Wij gaan voor de tweede keer een poging doen om de Lost Cannons op te halen. Maar deze keer zijn wij wat levels getraind. Dus we zouden wat minder moeite moeten hebben met de level 40 toren die daar ons staat op te wachten. Als het goed is. We weten natuurlijk nooit, maar... Ondertussen blijven we natuurlijk wel gewoon killen wat we killen kunnen. Wacht even, hier wordt het gevaarlijk. Het is ook geen veilige manier om hierheen te lopen. Zo, kijk, dit is de conflagration. Hier moeten we zijn. Op naar de Lost Cannons. We zijn hier al eerder geweest. Toen waren we underleveled. Enemy hero. Oké. Raider leggings. Heavy surcoat. Quiet play level 40. En die ik nu heb ook. Crystal Formation moeten we vernietigen. Daar moet ik inderdaad een weg doorheen vinden. Oh, er zit een gat in de muur. We vinden weer een scrap. Hier is weer een crystal. Gebruik je flesjes waar mogelijk. Dodge roll, hè? Ik vergeet het elke keer. Super handige skill. Een boss hier, dat heb ik nog niet eens gezien. Golorg die undiminished. Thunder Touch Braces. Minder goed, ja. En diadeem. Een bulwark wil zijn shield, die hebben we niet nodig. Misschien wel nodig, maar die kan ik niet aan. Mesmer is ook weer een bos. Bos is genoeg, hè? Bos is genoeg. Maar hierboven is waar het gevaarlijk wordt. Bij die tower van level 40. Effigies die infected. Ook dood. Blueprint. Steel Claymore, minder goed. Assault Leg Guard, die is veel beter dan wat ik heb. Die kan ik ook niet aan, ik kan dit allemaal niet aan. 585, requires fysiek. Nou, kijk, hier wordt het gevaarlijk met al die kristallen. Maar ik moet hier naar boven, naar de Abandoned Cannon. Hier met al die kristallen wordt het gevaarlijk.
blijven killen. Allemaal XP, XP, XP. We in ieder geval niet meer lastig gevallen worden door normale mannetjes als we zo meteen bij die grote toren zijn. Dat is inderdaad het plan. De normale mannetjes uitschakelen voordat we verder gaan. Twee bossers daarbinnen. Volvaris, de Glacierborn. Darlax, Devourer of Dreams. Raider Greaves is beter, maar ik ben niet hoog genoeg. Een helm is minder goed. Ring of Decay. Raider Leggings. Nee, dat is allemaal minder goed dan wat ik heb. Hier barst het dan weer van de kristallen waar ik niet in wil lopen. Oh, daar is die toren al. Ik ben er al. Kijk, even de normale mannetjes uitschakelen. Wat ik al zei. Dan heb ik in elk geval minder last van mobs die mij proberen te damagen. Tower is level 45 ook. Ik dacht dat hij level 40 was. Tower is level 45. Hij zapt mij met van alles en nog wat. That skill's not ready. Hopelijk kan mijn beest, die kan wel wat doen, maar het gaat niet vanuit. Ik sta hier wel op veilige afstand, lijkt het. Dus ik gewoon elke keer zo'n beest kan summonen. Hey. Mijn beest doet weinig damage daar. Wegwezen, ik pak damage. Au. Au. Ik zit klem. Ik zit klem. Ik leef. Ja, dat zeg ik, het is hier gevaarlijk hoor. En wegwezen. Kom beest, doe iets. Au. Au. Gaat lopen. Hij gaat lopen.
Even weer voorzichtig doen. Eerst die minions uitschakelen. Die hele toren gaat lopen. Wegwezen. Met level 45 vijanden, daar word ik inderdaad niet bijzonder gelukkig van. Oh. Kijk, zo'n klein zapje doet al zoveel damage, hè. Wegwezen! Hij blijft ook van die grote beesten summen, hè. Ja, dat is het. Hij summent één groot beest en de volgende die komt alweer terug. Nou, hij is dood. Hé? Cleansing the conflagration. Achievement unlocked. Wat vinden we? Een blueprint. Blaze Herald. One-handed dagger. One-handed ranged. Emerald ring. Een slechtere arm. Alleen maar slechte items, jongen. Maar goed, het beest is dood. Cord of the Ancestor. Kijk, die is wel beter. Aggressive Crest, minder goed. Gloves, minder goed. Claim this for the Black Legion. Kijk, return to the Weapons Master in Homestead. Nou komen we ergens. We hebben de cannons geclaimd. Kijk, al die kanonnen worden hier ook neergezet nu. Die zien we in één keer hier inspannen. Inquisitor Creed's Lector. Kunnen we aan. Drukken, levert ons niks op. Een blueprint weer geleerd. Die helm is slecht. Die broek 402. Deze broek 585. Die quiet fysiek. Die quiet play level 40. Ja, die gaan we dus eerder aan kunnen trekken. Elemental damage. Vitality damage. Energy absorbed. Maar dat toch niet.
Extra armor, altijd goed. Gaan we naar dood. Physical damage. Cold damage, ice spike, fysiek. Used in shields. Poison damage, bleeding damage. Die maken we onszelf nog sterker. Dan hebben we die sidequest gehaald. Nou, we weten al die necromancers. Die gaan we ook vinden bij Fort Icon. Dus waar we naartoe moeten is inderdaad de route naar Fort Icon. Dus dan moeten we weer terug naar de Astakan Mountains. En daar vandaan gaan wij de route vinden naar Fort Icon in de volgende video weer. Dus graag tot dan!